Kruis stapt over. En dan de lat geraakt. Fischer. Wat een fantastische vrije trap. En wat een fantastische redding uiteindelijk ook van Nordveld. Want het is Nordveld en de lat waardoor het bij 0-0 blijft. Hele knappe reflex van de keeper. Je moet je hartstikke lekker voelen, denk ik. Ja, tuurlijk. Dus, goede begin van het seizoen, maar het is nog steeds heel vroeg in het seizoen. Alleen 5 wedstrijden gespeeld en er zijn nog 29 te spelen. Daar komt de kopbal nog een keer. Nordveld! Is hij er weer bijna? Oh, dit is gewoon een goede kopbal, maar ook een hele fraaie redding van Nordveld. Ja, hij gaat wel een goede kant op. Dus ligt niet alleen aan mij. Het staat wel heel goed met de achterhoede en de middenveld ook. Dat is wel niet alleen ik, dat is gewoon de hele ploeg. Nee, want gaat het beter dan vorig seizoen, vind je? Ja, vind ik wel. Speelt op een andere manier. Misschien zit deze manier beter bij deze groep. En kun je ook zien. Het is wel leuke voetbal om te kijken. Ik denk met deze selectie is dit wel een goede systeem om te spelen. Ja, zit jij ook lekkerder in je vel misschien wel met dit systeem? Ja, vind ik wel. Je hebt wel meer opties om op te bouwen en dan wordt het wel makkelijker voor mij ook. Volgens mij ben jij ontzettend fanatiek. Ja, tuurlijk. Ik wil alles doen om te winnen. Soms lukt het niet. Dat is gewoon part of the game. Ik wil altijd alles winnen, ook in trainings. Als ik daar kijk, dan word ik helemaal gek als ik verlies. Ja, tot nu toe ben je zeer belangrijk voor het team. Je hebt ook echt punten gepakt. Ben jij in je beste vorm tot nu toe, dat je bij de club zit? Ja, het is wel moeilijk om zelf een antwoord te geven op dat vraag. Maar ja, ik zit wel goed in de vorm en goede vakantie gehad. En goed teruggekeerd na de vakantie hier. En, als je dan ook een paar minuutjes met de nationale elftal kunnen maken, dan krijg je nog meer vertrouwen in jezelf. Het schot is hard en Nordveld. Vormen. Dit is mooi gespeeld. Vilena en de redding van Nordveld. Dat is een lekkere bal. En Nordveld weer met de redding. Je bent met 25 jaar een van de oudste van het team. Ja, dat is wel zo. Voel je daar meer verantwoordelijkheid dan ook? Nee, niet echt. Niet in deze groep. Dan heb je gewoon alleen jonge jongens. Je bent nog steeds een van de jonge jongens? Ja, tuurlijk. En dat gaat ook voor de andere jongens dat een beetje ouder is. Nou, je hebt niet het gevoel, je moet ook leiding geven meer nu? Nou ja, moet. Het is gewoon, moet ook met je type als persoon passen. Kun je ook zien dat Jordi Bouwspak wel dat goed op, maar dat zit misschien beter bij hem dan bij mij, dat weet ik niet. Dat loopt gewoon normaal in een groep, dat iedereen moet zijn plek vinden. En, dat loopt wel goed op dit moment, vind ik. Nou, vorig seizoen keepte je ook een aardig seizoen, moet ik zeggen. Er was volgens mij ook wel serieus interesse van andere clubs. Je bent toch gebleven. Kun je ons vertellen waarom? Nou, wat moet ik over dat zeggen? Ja, ik wil gewoon spelen. Dat is wel iets lastiger voor een keeper om de transfer te maken en dan gelijk de speelminuten te kunnen krijgen in een nieuwe club. En, ik ben blij dat ik hier is. Ja, je zit hier nog steeds op je plek. Ja, tuurlijk. Ik ben blij in Heerenveen. Ik wil gewoon wedstrijden maken om beter te worden, dan is het beter hier te spelen in een grote competitie op de bank te zitten. My name is Christopher Nordveld from Sweden, 22 years old, turning 23 this summer. Goalkeeper, that's about it. I think I'm quite good in the air, good reactions and my feet are good, but I'm young so I want to improve in every aspect of the games. Hoe is die ontwikkeling tot nu toe gegaan, vind je? Goed, vind ik. Misschien de eerste half jaar afgelopen jaar was niet de beste. Maar ja, als je kijkt naar de tweede seizoen, zelfs vorige seizoen was het wel goed. Ja, behalve de
de fout in de eerste wedstrijd dit seizoen loopt het wel goed. Maar dat is ook, ja, je moet jezelf klaarmaken voor een nieuwe stap te maken. En wanneer je dat stap maakt, kun je zien als je klaar voor een hoger niveau is. Ja, want behoor jij misschien wel tot een van de beste keepers van de Eredivisie, denk je? Ja, geen idee. Dat moeten andere mensen zeggen wat zij vinden. Wat ik zelf vind, hou ik voor mezelf. En je contract loopt tot het einde van het seizoen? Ja. En dan? Ja, dat zullen we zien. Ik heb wel, de ambitie om in een grote competitie te spelen. Omdat ik denk dat dan ja, kom ik dichter bij de eerste plek in de nationale elftal. Ja, we zullen zien hoe het loopt. We hopen dat je een mooi seizoen gaat draaien nog hier. Ik ook.